Geen duizenden kilometers rijden met jengelende kinderen op de achterbank of gesjouw met zware koffers op een luchthaven. Wie vakantiestress wil mijden en eens echt wil onthaasten, die kan gewoon dicht bij huis terecht. Want sinds deze zomer heeft Gelderland er een bijzondere camping bij. Op het eilandje De Kluut in het Veluwemeer bij Harderwijk kunnen natuurminnaars tot rust komen in tipis en joerts. De onderkomens van Indianen en nomaden uit Mongolië. Camp Spirit is een bijzonder tentenkamp. Wij zijn een kampeerterrein, maar we hebben onze eigen tenten opgezet. Tipis, joerts, ander soort tenten dan je in andere campings ziet. Alles is volledig ingericht, dus je hoeft eigenlijk bijna geen spullen mee te nemen. Dus we noemen het ook wel comfortabel kamperen. Wake up you lazy people. Put on your heads and realize we can be positive people. Adjust your attitude and rise. Wij hebben zelf heel veel gereisd in Afrika, in India. Daar hebben we heel veel leuke campings gezien, leuke hostels waar we allemaal ideeën hebben opgedaan. Dat wilden we zelf ook hier in Nederland verwezenlijken. Het is heel mooi, rustig in de natuur. Echt een eiland op het water. Ja, heerlijk. Rustige omgeving. Elke gast die hier komt, heeft hier van alles te doen. Je kan hier lekker voor de natuur komen. Je kan lekker uitrusten en even naar hangmatten. Je kan mensen ontmoeten. Je kan workshops volgen. Eigenlijk is er voor iedereen van alles te doen. En, ja, mensen kunnen hier juist dingen doen waar ze thuis geen tijd voor hebben. Ja, ik vind het echt super. Moet je kijken wat voor tent het is. Het is echt geweldig. Vooral als je s'avonds ligt te slapen en alle regen, die valt dan nu op het dak. En op een gegeven moment is het weer droog. Nou, dan ga je weer lekker buiten. We hebben zo'n mooie plek hier. Het eiland is echt geweldig. Gewoon in centraal Nederland, voor iedereen makkelijk te bereiken. Je hier 10 minuten varen en dan ben je op een hele andere plek. Gewoon. We can be more than ever people.